Zorgen in de regio om beschikbaarheid in verpleeghuizen. Het aantal ouderen neemt fors toe, maar het aantal plekken blijft flink achter. Het aantal ouderen dat verpleeghuiszorg nodig heeft, zal in de komende 15 jaar een enorme groei gaan maken, blijkt uit nieuw onderzoek van ABF Research. Ondanks de groei van deze groep ouderen komen er niet genoeg verpleeghuisplekken bij. Vooral in Druten is procentueel gezien de zorg hierover het grootst. Niet alle mensen die hulp nodig hebben of die zorg vragen, hoeven per se ondergebracht te worden in een verpleeghuissetting. Wij zien dat met name waar een hulpvraag is op het gebied van lichamelijk gebied, dat noemen we dan planbare zorg. Dat zou heel lang prima thuis kunnen. Het wordt heel erg moeilijk voor die ouderen die heel veel problemen hebben met de structuur van de dag. Jacques pleit er dan ook voor dat er in het voorstadium al beter wordt nagedacht over hoe de toekomst eruit kan komen te zien. Het zou veel meer in de publiciteit moeten zijn, hoe gaan wij straks om met een hulpvraag van mijn ouders en hoe gaan we daarop inzetten. Wilt hij graag de hulp thuis hebben? Is het te regelen en te plannen door hem bijvoorbeeld een zorgwoning achter in de tuin te zetten, zodat wij nog een stukje toezicht op hem hebben? Of blijven we afhankelijk van het verpleeghuis en alle professionele hulp die daar is? Wij merken wel dat mensen heel erg lang thuis blijven wonen. Maar het grootste probleem is vaak dat kinderen in de paniekstand schieten omdat er iets acuuts gebeurt. Dan maar gekozen wordt wat er op dat moment volgens de transferverpleegkundige het ziekenhuis kan en waar plek is. En dan worden mensen daar geplaatst. Voor Jacques is het dan vooral belangrijk dat er goed wordt nagedacht over passende zorg of hulp op maat per individu. Iemand die nog redelijk in staat is, of een klein beetje in staat is om een ritme van een dag te hebben, geeft hij een plek waarin mensen om hem heen zijn, dat hij niet alleen is. Geef hem op tijd zijn natje en zijn droogje en begeleid hem als het nodig is naar het toilet. Dan is daar al heel veel hulp mee weggevangen. Die hoeft niet per se in een setting te zitten waar alleen maar verpleegkundigen en verzorgers omheen lopen. Ik zit gezien mijn leeftijd in de groep die over 20 jaar de problemen gaat veroorzaken. Nou, als ik het haal, tot daar aan toe. Ik maak me daar op zich zover zorgen over dat ik hoop dat degenen die op dat moment bij mij zijn en mij mee laten beslissen in mijn keuze. Dan maak ik me niet zozeer zorgen. Daarnaast speelt natuurlijk een punt, ja, het leven is een keer eindig. En moet je dan doorgaan tot het einde tot je helemaal niet meer weet waar je leeft? Ook dat zijn afwegingen die je kunt maken natuurlijk als mens. Technische innovatie binnen de zorgsector is volop in ontwikkeling. Het is voor iedereen die in de zorgsector werkzaam is, dan ook goed om regelmatig de nodige kennis met elkaar uit te wisselen. Vandaag was het mogelijk tijdens de 15e editie van Health Valley in Nijmegen. Het thema dit jaar is Transition in Healthcare. Ja, hoe moet die arbeidsmarkt er nu uitzien binnen de zorg? Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zijinstromers komen? Dus op die manier proberen we ervoor te zorgen dat de praktijk ook ruim vertegenwoordigd is, om het zo te zeggen. Het is ook vooral bedoeld als een dag van ontmoeting. Mensen hebben elkaar lang niet gezien. Mensen zijn bezig om bepaalde vraagstukken op te pakken. Kijk, hoogover is het zo dat alle mensen die hier zijn, die hebben een hart voor de zorg. Je hebt een passie voor de zorg. En die willen heel hoogover, willen iets meer bijdrage leveren om de zorg betaald te houden, toegankelijk te houden en van een kwalitatief hoog niveau. De ontwikkelingen op het gebied van technische innovatie gaan snel. En daarom is dit evenement een belangrijke dag voor veel professionals. Nou, vooral om te kijken wat de stand van zaken is voor meerdere bedrijven, netwerken en ook nieuwe dingen leren. Ja, ik vind het gewoon inspirerend om te zien wat andere start-ups doen. Maar ook voor het netwerken komen ook interessante prospectieve klanten eventueel hier voorbij. Met twee doelen. Enerzijds netwerken met collega's in de zorg en in de zorgindustrie. En anderzijds ook rondom de AI in de zorg, omdat daar een aantal presentaties zijn. En AI is voor het DGE in de opkomst nu. Dat wordt heel erg belangrijk met de nieuwe wet- en regelgeving die er dit jaar aankomt. Welke bedrijven eigenlijk waarmee bezig zijn, hoe ver ze zijn. En waar een bedrijf waar ik weer voor werk, kijken waar ze de ondersteuning kan zijn. Wat wel belangrijk is, dat op een dag als vandaag, dat de kennisinstellingen, die ontmoeten zorgorganisaties, die ontmoeten innovatieve ondernemers. Ja, en die drie die kunnen niet zonder elkaar. En wij als Health Valley proberen er een verbindende rol te spelen om ervoor te zorgen dat innovaties met name van de grond komen. De innovaties zijn volop te bewonderen, van robots tot nieuwe apps.
En Nijmegen is daarvoor de ideale plek. Nijmegen is zeker een stad van innovatie. Als je kijkt naar het aantal ziekenhuizen, aantal zorgorganisaties, dat het nu gaat over de ouderzorg of over de zorg van de mensen met een beperking, dan viert innovatie hier de boventoon. Er zijn veel innovatieve ideeën, waardoor we ook hier in Nijmegen kunnen zeggen dat Nijmegen echt een stad van innovatie is, de City of Health. Dat is ook een slogan, de City of Health, maar die moet je wel waarmaken. Maar er zijn tal van innovatieve ideeën die vanuit het Nijmeegse voort komen. Heidi Koren neemt komende zaterdag afscheid als stadsdichter van Nijmegen. Ze trad aan in 2021 en bleef vanwege corona een jaar langer stadsdichter dan de gebruikelijke 2 jaar. Tijdens het afscheid in de bibliotheek aan de Mariënburg zullen verschillende speciale gasten haar toespreken. Waaronder wethouder Noël Vergunst en oud-stadsdichters Victor Vroomkoning en Frauke Arns. De officiële bijeenkomst begint om 4:15 en de toegang is gratis. De provincie Gelderland neemt maatregelen om de Maas- en Waalweg veiliger te maken. Op de weg tussen Druten en knooppunt Ewijk zijn de afgelopen jaren meerdere ongelukken gebeurd, waarbij ook dodelijke slachtoffers vielen. Er komen tussen de twee heghelften ribbelmarkering en reflectoren. Hierdoor worden weggebruikers opgeschrikt als zij op de verkeerde weghelft dreigen terecht te komen. Langs de weg plaatst de provincie monoborden. Deze borden roepen weggebruikers op om geconcentreerd te rijden en zich niet te laten afleiden door bijvoorbeeld de mobiele telefoon. De 33-jarige TBS'er Kendrick M. is dinsdag veroordeeld tot 10 jaar cel voor een poging tot doodslag op zijn ex-vriendin. M. ontsnapt op 30 november 2022 tijdens een begeleid verlof vanuit de pompenkliniek in Nijmegen. Vervolgens stak hij in Soest in haar woning zijn ex neer. De vrouw overleefde dit. De steekpartij vond plaats voor de ogen van het 5-jarige zoontje van het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie had 18 jaar cel geëist voor de poging tot moord, maar voor een vooropgezet plan ontbreekt volgens de rechtbank het bewijs. De pruimenbomen in de Betuwse boomgaarden hebben de lente in hun bol. Ze staan vol in de bloesem en dat is wel heel vroeg. Zo vroeg dat er nog niet eens bijen zijn om ze te bestuiven. De pruimenbomen markeren de start van de lente. En dat doen ze dit jaar zeker 20 dagen eerder dan 70 jaar geleden, meldt het KNMI. Dat komt door de hoge temperaturen in maart en april. Een recordjaar noemt Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit het. Dit jaar is de bloesem zo'n 3 weken te vroeg. Ondertussen zijn de eerste bloesemwandelaars in de Betuwe alweer gespot. Het is voor de meeste scholieren een belangrijk onderdeel van hun opleiding, stage lopen. Het is leuk en leerzaam en vaak de eerste stap naar de arbeidsmarkt. Toch houdt lang niet iedereen er een goede ervaring aan over. Zo komt stagediscriminatie nog vaker voor dan je denkt. 9 foto's, elk met een verhaal. Op het ROC in Nijmegen is er een foto-expositie geopend over stagediscriminatie. Een onderwerp dat hoog in het vaandel staat bij het ROC. Het is een belangrijk thema omdat onze studenten er mee te maken krijgen. En 21 maart is de dag tegen racisme en discriminatie. Onze studenten krijgen breed te maken met discriminatie op afkomst, religie, opleidingsniveau. En daar zijn wij tegen. Dus vandaar dat ROC Nijmegen, we zijn natuurlijk in eerste instantie een onderwijsinstelling. Maar we vinden het ook belangrijk om studenten de kans te geven om zichzelf te zijn en zich veilig te voelen op school. Stage. Dus vandaar dat we dit een heel belangrijk thema vinden. Ook wethouder Visser van de gemeente Nijmegen was aanwezig bij de opening. Omdat discriminatie echt niet de bedoeling is. En omdat we alle mbo'ers, maar ook alle hbo'ers een stage gunnen waarin ze in de toekomst vooruit kunnen. En dat moet niet op de een of andere manier nagemaakt worden doordat ze op grond van wat dan ook gediscrimineerd worden. Een van de studenten is Tristan. Het staat op een van de foto's en zet zich als student extra in voor dit onderwerp. Ik val niet binnen de norm man of vrouw of hetero. Dus je hebt wel eens dat ik op stage op een basisschool, dat ouders mij heel, eigenlijk vies aankijken toch wel. En dat ze heel ontwetend zijn over wie dat ik ben. Je woont in Nederland in een multiculturele samenleving met mensen die niet hetzelfde denken als jij. Met mensen die niet hetzelfde zijn als jij. En dat wordt nog steeds niet altijd getolereerd. En ik vind toch dat je elkaar moet respecteren als persoon zijnde. En daarom vond ik het heel belangrijk om mee te doen. Maar specifiek op die foto-expositie zijn we gekomen omdat we een verhaal willen vertellen. Storytelling. En dat ook een kracht is om mensen bewust te maken, empathie te creëren en zich te kunnen verbinden met het onderwerp. Want heel veel mensen kennen bijvoorbeeld wel 1 vorm van discriminatie. Maar dat het zo breed is en dat het zo'n brede doelgroep daarmee raakt,
dat weten heel veel mensen niet. Het is natuurlijk wel belangrijk dat jij als student gewoon aan een stage kunt komen en dat jij je veilig voelt op je stage. De voorheen onbekende speeltuin in Nijmegen op de hoek van de Hengstdalseweg en de Beukstraat heeft eindelijk een naam. De 8-jarige Ike verzon een namenwedstrijd voor de speeltuin, wat resulteerde in een naambordje dat gisteren werd onthuld. Bij de onthulling was onder andere wethouder Jean-Paul Broeren van Stadspartij Nijmegen aanwezig. Uiteindelijk kwamen er 65 instellingen, beste mensen. Ja. Het initiatief van een officiële naam voor de speeltuin is bedacht door de 8-jarige Iker, die elke week minimaal 2 dagen in het speeltuintje speelt. Die post met QR-code heb ik zelf gemaakt, na mijn moeder meer. Maar dat bord, dat heeft een vriend van mijn vader gedaan. Als ik bijvoorbeeld met mijn vrienden wil hier weer afspreken, moet ik helemaal zeggen, het speeltuintje naast het voetbalveldje. Ik kan ook gewoon zeggen, kom, zullen we afspreken bij Fort Oost? De naam Fort Oost is bedacht door Julia, die samen met Iker het doek van het nieuwe naambordje af mocht trekken. Nou, nu hebben we echt een naam. En ja, dat is superleuk dat kinderen daar zelf over meedenken en dan een wedstrijd organiseren. Ja, en dan ben ik er graag bij als wethouder om samen met die kinderen zoiets te openen. Kinderen moeten gewoon naar buiten gaan. We weten allemaal de PlayStation-generatie van tegenwoordig en dat ze veel binnen blijven. En daarom speeltuin is zo belangrijk om iedereen weer naar buiten te krijgen en kinderen lekker buiten laten spelen en bewegen. Fort Oost wordt gelukkig door iedereen positief ontvangen. Super blij mee. Helemaal leuk. Het was wel leuk om de onthulling te doen. Eigenlijk wil ik alle kinderen wel oproepen. Heb je een leuk idee voor jouw speeltuin? Of wil je er een leuke naam aan geven? Ja, neem contact op met ons en dan kunnen we misschien iets leuks van maken. Net zoals hier, een leuke happening. Op de temperatuur hebben we vandaag al ruim moeten inleveren. Maar morgen wordt ook het weerbeeld zelf een stuk slechter. De dag begint nog droog, maar vanuit het noordwesten komt er een regengebied deze kant op, waar we in de loop van de middag mee te maken krijgen. Het kwik komt uit op zo'n 11 graden. In het weekend wordt het sterk wisselvallig en ook fris voorjaarsweer. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit en er is een mix van zonnige momenten met de nodige stevige buien. Typisch Nederlands voorjaarsweer dus. In de nieuwe week neemt de hoeveelheid neerslag weer iets af en gaat de temperatuur voorzichtig weer iets omhoog. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 21 maart. Kijk voor het laatste nieuws uit jouw buurt altijd op onze website rn7.nl. Vanavond vindt er in Nijmegen een actie plaats vanuit de jongerenafdeling van GroenLinks en Partij van de Arbeid om discriminatie in het uitgaansleven aan de kaak te stellen. Hoe dit eruit ziet en wat ze gaan doen, zie je morgen in onze uitzending. Graag tot dan!